Goedenavond. Een week na de terroristische aanslagen op 6 plekken in Parijs kijken we terug met 3 ooggetuigen. Laissons cette queue de la Kalachnikov échanger. Il recharger et tire, tire, mais incessant, mais pendant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ta, 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 ta. En Nieuwsuur was de afgelopen week ook in de Brusselse gemeente Molenbeek, waar een aantal daders van de aanslagen woonden en ongestoord hun gang konden gaan. En het geheim van Gerrit Zalm, zijn ABN AMRO, ging vandaag naar de beurs. En weer een terroristische aanslag, nu op een hotel in de hoofdstad van Mali. De terreuraanslagen laten ook de wereld van de topsport voorlopig nog niet los. Feyenoorder en moslim Karim El Amadi kan er met zijn hoofd niet bij dat zijn geloof zo misbruikt wordt. In het hotel in Mali zijn volgens de laatste berichten nog steeds schermutselingen tussen veiligheidstroepen en de gijzelnemers. De gijzelaars zijn er wel uit. Er is nog onduidelijkheid over het aantal gijzelnemers, ook over het precieze aantal doden. Tientallen wordt gezegd. Een Noord-Malinese terreurgroep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Politie en veiligheidstroepen hebben geen idee of het veilig is. Hier beneden in de hal lijken ze het na een belegering van ruim 10 uur weer onder controle te hebben. Personeel en hotelgasten die zich voor de terroristen hebben verscholen worden naar buiten gehaald. Sommigen in shock. Maar daarboven hebben zich misschien nog aanvallers verschanst. Ordentroepen kammen het hotel uit. Buiten staat een auto met vervalst diplomatiek nummerbord waarmee de aanvallers kwamen aangereden. Vanmorgen vroeg drongen 2, volgens sommige getuigen 4 gewapende mannen het hotel binnen. Ze schoten met automatische geweren en brachten handgranaten tot ontploffing. De terreurgroep nam mensen in gijzeling. Het hotel heeft dan 170 gasten. Het dodental zou snel oplopen, al is het precieze aantal slachtoffers nog steeds niet duidelijk. In de loop van de ochtend begonnen politie en commando's met een bevrijdingsactie, waarvan niet duidelijk is hoe die precies is verlopen. In Brussel hebben de Europese ministers van Veiligheid en Justitie gesproken over extra maatregelen om aanslagen te voorkomen. Het gaat dan vooral over strengere grenscontroles die jihadisten buiten Europa moeten houden. Een van de inzetten van de ministers vandaag is om ervoor te zorgen dat de buitengrenzen beter worden bewaakt. Dat ook beter gekeken wordt wie Europa binnengaat. En een van de redenen is dat dit soort mensen natuurlijk moeten worden tegengehouden. En nu reizen wij ook wel eens Europa uit en weer terug in. Worden wij dan in de toekomst ook beter gecontroleerd? Nou, hoe dat precies zal gaan is natuurlijk nog niet uitgewerkt. Maar één ding is zeker, ik ga ervan uit dat de mogelijkheid is dat iedereen dan toch meer dan nu het geval is zijn paspoort zal moeten laten zien. Zodat gecontroleerd kan worden of het een echt paspoort is. Maar dat is ook in het belang van iedereen, in het belang van onze veiligheid. Correspondent Arjen Noorlander, nou ja, afspraken maken tussen EU-lidstaten, dat is vaak moeizaam. Hebben ze nu wel concrete afspraken kunnen maken? Ze hebben vandaag een week naar Parijs vooral grote lijnen uitgezet over betere samenwerking van geheime diensten. Het uitwisselen van vluchtgegevens als verdachten heen en weer zouden vliegen door Europa. Maar meest concreet hebben ze eigenlijk afspraken gemaakt over de bewaking van de buitengrenzen van het Schengengebied. Ze hebben afgesproken dat eigenlijk vanaf vandaag al niet alleen burgers van buiten de EU, maar ook EU-burgers die Europa in willen, beter worden gecontroleerd. Die controle is op dit moment minimaal. Maar nu de aanslagplegers ook in Parijs vaak een Frans of een Belgisch, een Europees paspoort hebben, hebben ze afgesproken om ook de EU-burgers die Europa binnenkomen beter te gaan controleren om de jihadi eruit te halen. En daar zullen we allemaal iets van merken, want dat betekent dat als je in de toekomst reist en weer terugkomt naar Europa, dat je ook waarschijnlijk beter gecontroleerd zal worden. Dankjewel Arjan, voor dit moment. Zo direct praten we verder met jou. De Nederlandse staat heeft 3,3 miljard euro verdiend met de beursgang van ABN AMRO. Dat is een fractie van de kosten van de nationalisatie. Maar hoe duur de redding precies was, dat blijft een punt van discussie. Het CBS zegt 30 miljard, het ministerie 22 miljard.
Met de klap op de gong werd de eerste 20% van de aandelen verkocht voor €17,75. In de loop van de dag steeg de koers met bijna 3,5%. De minister is tevreden. Het is belangrijk dat de koers stabiel is. Liefst natuurlijk in opwaartse richting gaat de komende tijd. Want de staat verdient nog meer aan ABN AMRO als ook de rest van de aandelen naar de beurs wordt gebracht. Na de verkoop van het laatste aandeel weet je pas wat we voor de belastingbetaler hebben kunnen terughalen van dat grote bedrag wat we hebben moeten betalen voor de redding van ABN. De volgende tranche aandelen wordt op z'n vroegst over 6 maanden verkocht. En later in deze uitzending een portret van topman Gerrit Zalm. Vanavond geen interactieve televisie voor veel klanten van KPN. In heel het land hebben mensen er last van. Het bedrijf heeft zo'n 1,5 miljoen klanten met interactieve televisie. Woordvoerder zegt dat monteurs hard werken om de problemen op te lossen. Door de storing was ook internet en bellen bij KPN een groot deel van de dag niet mogelijk. En op Twitter laten klanten hun ongenoegen blijken. Ook klanten van dochterbedrijven van KPN, zoals Telfort en Access for All, hebben last van die storing. En was er ook een storing bij de Belastingdienst. Daardoor krijgen 1,2 miljoen mensen hun toeslag pas maandag. Onder meer voor huur- en zorgtoeslagen. Die worden elke 20ste van de maand overgemaakt. Maar door een fout in de bestanden van de Belastingdienst is dat niet gelukt. Nederland heeft de AAA-status terug. Hoogst mogelijke kredietstatus. Volgens beoordelaar Standard & Poor's herstelt onze economie sneller dan verwacht. Nederland kan nu goedkoper geld lenen en is dus minder kwijt aan rente. Met de andere kredietbeoordelers had ons land al AAA-status. Van 2 zelfmoordterroristen die zich opbliezen in Parijs zijn eerder vingerafdrukken afgenomen in Griekenland, zegt de Franse justitie. Wie halen we allemaal Europa binnen, vragen velen zich af. Op de Griekse eilanden landen nog steeds duizenden per dag. Het wemelt op Lesbos inmiddels van de vrijwilligers aan de kust en op het water. Dit is een Duits team van Sea-Watch dat vluchtelingenboten in de problemen opspoort en helpt. 20 november en nog is het hier niet tot rust gekomen. Even if winter is coming, still up to 20 boats a day often come. Wie Lesbos bereikt, moet zich op het eiland registreren. Screening, gaat het hier misschien om een IS-strijder of om een huisvader, doen ze hier niet. Take the registration paper and after of that the fingerprint. After of that the photography on the registration paper. The fingerprint and photography and the registration paper bring in the Eurodata. Iedereen die aankomt met of zonder paspoort krijgt hier dus een nieuw identiteitsdocument. Dat genoeg is om verder Europa in te kunnen. Toch ziet kampmanager Stavros het niet zitten om de vluchtelingen vanaf nu te gaan zien als mogelijke terroristen. If we have in our mind for all these people it's terrorists, we have lost. De discussie sinds Parijs raakt hier iedereen, maar verandert het werk van vrijwilligers niet. Sea-Watch blijft boten veilig naar de Griekse kust begeleiden, zolang die blijven komen. If we think like this that we would help jihadists here to come to Europe, we would have done exactly what the jihadists want us to do. Because those people who are coming here, they are fleeing exactly from that kind of people that are carrying out those attacks. They are fleeing ISIS. Ja, veel bootjes komen dus op zee in de problemen en de Griekse kustwacht schiet dagelijks de hulp. Maar niet altijd. Dat zou blijken uit beelden die de Turkse kustwacht heeft gemaakt. Te zien is hier hoe een schip van de Griekse kustwacht een bootje met vluchtelingen nadert. En dan is er ineens een meneer met een stok. Wat hij doet is niet goed te zien, maar het lijkt erop dat hij de boot van de vluchtelingen lek steekt. Ja, en uiteindelijk is het de Turkse kustwacht die vluchtelingen redt. Een grote kunstroof in Italië. Uit een museum in Verona zijn 17 kostbare schilderijen gestolen. Het Castel Vecchio, gevestigd in een 14e-eeuws kasteel, is het belangrijkste museum van Verona. De 3 gewapende overvallers vielen gisteravond net voor sluitingstijd het museum binnen. Ze overmeesterden een bewaker en een ander personeelslid. De dieven wisten precies welke werken ze moesten hebben. Een nummer molto grande, tra queste ci sono alcuni dei grandi capolavori del museo.
un valore inestimabile. Intorno ai 15, tra i 10 e 15 milioni di euro. Onder de gestolen schilderijen zijn werken van Rubens, Tintoretto en Mantegna. En dit bijzondere Renaissance schilderij, waarop voor het eerst een kindertekening te zien is. Het zijn allemaal kleine, handzame werken. Binnen enkele minuten haalden de overvallers ze van de muur en sloegen daarna op de vlucht. Ja, en van die daders ontbreekt nog elk spoor. Ja, vandaag is het een week geleden dat Parijs werd opgeschrikt door een ongekende golf van geweld. De Parijzenaars proberen de draad weer op te pakken. Verslaggever Tom Klein keek terug op die vrijdagavond met drie ooggetuigen. Restauranteigenaar Stéphane, die tegenover de restaurants Le Petit Cambodge en Le Carillon werkt. Muziekliefhebber Thierry, die in concertzaal Le Bataclan was en mensen om zich heen gedood zag worden. En met traumaarts Patrick, die tientallen zwaar gewonden moest verzorgen. Hij is naast arts ook medewerker van Charlie Hebdo, waar hij in januari dit jaar zelf net aan de dood ontsnapte bij de aanslag daar. Hoe kijken zij terug op afgelopen vrijdagavond? Alors, je me trouvais juste ici. Il y avait des clients, partout, mais là je parlais avec ces clients-là qui sont des habitués. Oui. Et voilà, on a entendu les premières détonations. Et là, tout de suite, on s'est regardé, tous les gens ont levé la tête. Je ne sais plus quel client a dit, c'est pas des pétards, c'est pas le bruit de pétards. Oui. Rijden door Parijs is rijden door een stad in shock. Langs het Stade de France, waar drie mannen zich opbliezen. Het restaurant aan de overkant is beschadigd. De politie is klaar met het onderzoek. Parijs is een stad met sporen van een week extreem geweld. Puis au bout de 45 minutes, le désastre, coup de Kalachnikov, tac tac tac. Et donc là, vous avez une seconde ou deux secondes à réfléchir. Je me suis allongé. Tout de suite, j'ai senti que c'était pas normal. Ils ont allumé les lumières et ils ont tiré. Dit is traumaarts Patrick Pellou. Hij behandelde vrijdagnacht tientallen gewonden. Maar Patrick schrijft ook voor het blad Charlie Hebdo. Op 7 januari van dit jaar ging Patrick naar de redactie. Toen hij aankwam, zag hij dat 12 medewerkers waren doodgeschoten. Ce sont des scènes assez similaires par rapport à ce qu'on a vu vendredi. C'est-à-dire que les personnes sont mortes de plaies par balle, de kalachnikov, d'armes de guerre. Donc les corps sont explosés et déchiquetés. D'autre part, les blessés sont des blessés avec des blessures de guerre. Drie verschillende Parijzenaars, allemaal op dezelfde avond betrokken bij terreur in hun eigen stad. Ça a été un peu l'instant de panique où tout le monde était sous les tables, enfin, pas tout le monde mais beaucoup de gens. J'ai eu le réflexe d'aller éteindre les lumières du restaurant. On a attendu, mais ça a été très rapide. J'ai cru qu'ils avaient tiré dans tout le monde. J'ai vraiment pensé, je me suis dit ils ont dû canarder tout le monde. Là, il y a un backstage sur la gauche. Je suis rentré dans le backstage parce que j'étais pris au piège. Et il y avait à peu près, on était 20-30 personnes. Donc derrière moi, il n'y avait plus personne sur les escaliers parce que vous étiez partis ou cachés en haut. J'ai fermé la porte, le verrou. Sur ce, il y a quelqu'un qui a pris le canapé backstage. On l'a mis contre la porte et il y avait un frigidaire qu'on a bloqué. Et là, silence. Silence pour tout le monde. Overal in de stad staan borden van de gemeente. Ze roepen Parijse burgers op zich te melden als ze psychische problemen hebben na wat er gebeurd is. Les sons, c'est que de la Kalachnikov. Échangé. Il rechargé. Et tire, tire, mais incessant. Mais pendant tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ta, 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 ta. Ils sont montés après, évidemment, et puis on entendait que ça se rapprochait. Là, dans la vitre, sous le carton, il y a un impact de balle. Oui.
Et quand, comme la vitre était ouverte, la balle est en direction du restaurant, comme ça. Juste devant la porte. Oui. Là où je suis. Oui, oui. Devant la porte où je suis régulièrement quand je fume une cigarette à l'extérieur. Voilà. On est. Il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. Et après, silence. Un silence de mort. On entendait chuchoter dans les escaliers, des petits bruits, et d'un seul coup, police, ouvrez. On dit, on est des otages. Y a-t-il un terroriste dedans? Non, il n'y a pas de terroriste. Ouvrez. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les premiers policiers que j'ai vus dehors, ils avaient la même tête que nous, quoi. Et ils étaient tout blancs, tout pâles. Et après, la porte s'ouvre. Et là, du sang partout, sur notre porte, à côté de notre porte, j'ai souvenir. Et il y avait un terroriste en jogging noir qu'on a enjambé comme ça. Alors, on ne sait pas si c'est lui qui frappait, on ne sait pas, mais bref. Station Gare du Nord op woensdagmiddag. Er is een verdacht pakketje gevonden. Zenuwachtige agenten zetten de straat af. Les médecins qui sont rentrés, par exemple, dans le Bataclan, ou même qui étaient dans les cafés, ce sont plus les mêmes. Parce qu'ils ont vu l'enfer. Ils ont vu des innocents de tous les âges mort. C'est vrai qu'au Bataclan, il y avait des gens qui étaient en train de faire la fête. Et donc, il y avait cette espèce de côté. Et tout le monde est déjà allé au Bataclan. Donc, tout le monde connaissait cette salle de spectacle comme étant un lieu de fête, un lieu d'amour. Et là, c'était la mort et l'enfer. Du sang partout, des corps. On a dû enjamber des jeunes gens, des jeunes, 20 ans, 30 ans. Ils disaient, ne regardez pas, mais vous êtes obligés de regarder. Et quand on a regardé la scène, qui était la fosse, qui était festive quelques heures avant, et là on a vu des cadavres, scènes d'horreur. Juste à la sortie, je voyais un coin fumeur, j'ai vu une jeune fille qui était sur le dos, avec un t-shirt, qui était morte, et puis d'autres corps qui étaient là, ils nous ont fait sortir. Het pakketje bij het station blijkt ongevaarlijk. Toch blaast de politie het op. Est-ce que Paris a changé après tout ça? En ce moment, oui. Mais je pense qu'il n'y a pas que Paris. C'est le monde qui a changé. Les pays européens qui a changé. Je suis convaincu maintenant que cet islamisme radical, ce sont des nazis. J'en suis convaincu, et que notre seule chance de nous en sortir est de les attaquer et de les tuer. Vraiment, tuer? Oui, parce que vous ne pouvez pas les raisonner. Ça fait depuis le World Trade Center, en fait, où ils attaquent le monde entier. In Parijs gaat het leven door. Na meer dan 130 doden, bijna 100 zwaar gewonden en tientallen arrestaties. J'ai deux enfants, deux filles. J'habite à 50 mètres, qui ont eu peur, elles, pour leur papa. J'ai dit à la petite, je lui ai dit, c'est des kamikazes alors. Elle m'a dit, c'est quoi des kamikazes, papa? Comment expliquer à un enfant de 9 ans, qui elle déjà a peur de la mort? C'est des fous. Mais c'est nous qui allons gagner, non? L'amour qui gagne. Over Parijs praat ik verder met Saskia Dekkers, onze Europa-correspondent. Saskia, je woont al meer dan 20 jaar in Frankrijk, waaronder ook in Parijs. Als je nou de aanslagen van afgelopen vrijdag vergelijkt op 6 plekken in de stad met die in januari bij Charlie Hebdo, wat merk je dan qua reactie van het publiek op beide aanslagen?
verschil daarin? Ja, toen zag je vooral dat mensen heel geschokt waren en ook verontwaardigd. Hè. De vrijheid van meningsuiting kwam in gevaar en daar waren ze vooral heel boos over. Maar nu zie je dat naast natuurlijk al dat enorme verdriet, dat mensen ook heel bang zijn geworden. Je zag het net ook al in de reportage, mensen zijn heel erg bang. Want iedereen kan slachtoffer zijn, iedereen kan geraakt worden. Elke Fransman, maakt niet uit wie je bent. En die angst, die voel je eigenlijk de hele tijd in Parijs. Ik heb nog nooit mensen zo bang gezien in de stad. Hè? Parijzenaars zijn van zichzelf niet bang. Ik merkte dat bijvoorbeeld toen er een pakketje werd gevonden op Place de la République, waar we liepen een zijstraat. En de paniek die dan uitbreekt. Mensen schreeuwen, rennen, hotels die ineens hun deur dicht doen, waardoor je niet naar binnen kan. Maar ook de ME die heel paniekerig reageerde en schreeuwende naar mensen, waardoor je alleen maar banger wordt. En daarna is het ook ineens weer heel kalm. Dat is zo vreemd. En een dag later gingen we bijvoorbeeld uit eten in een vrij populair restaurant. En we kregen een tafeltje aan het raam. We zeiden tegen elkaar, een tafeltje aan het raam. Oh ja, niemand wil aan het raam zitten, natuurlijk niet. En dat zijn van die hele momenten, van die momenten dat je voelt hoe bang eigenlijk iedereen is op dit moment. Enorme angst. Vorige keer naar Charlie Hebdo zag je, als we kijken naar de reactie van de regering, die organisatie van die heel symbolisch, die protestmars, dat zien we nu niet. Nee, het mag ook niet. Hè, vanwege de noodtoestand is het gewoon verboden om grote protestmarsen te organiseren. Maar je voelt wel dat mensen die behoefte hebben om samen te zijn. Hè, je ziet het aan die 6 plekken waar die aanslagen zijn gepleegd. Dat zijn nu gewoon herdenkingsplekken, spontaan ontstaan. En er zijn de hele dag door staan daar mensen die samen staan te rouwen, die verdriet hebben samen, die behoefte hebben om vooral samen te zijn en om een plek te hebben om iets met hun verdriet en hun angst en hun radeloosheid te doen. En ik merk wel dat de regering ook voelt dat mensen behoefte hebben aan dat samen rouwen. Er is ook een dag nu vastbesloten dat vrijdag 27 november, dan wordt het een dag van nationale rouw, een hommage aan alle slachtoffers. Dat wordt waarschijnlijk een hele bijzondere dag. Alle familieleden zijn uitgenodigd. Familieleden van 130 mensen. Dat wordt echt waarschijnlijk heel indrukwekkend en ook een belangrijke dag voor alle Fransen. Ja, als je kijkt naar die reactie van de regering, dan zie je ook natuurlijk de maatregelen die direct zijn genomen. Uitbreiding van bevoegdheden voor veiligheidsdiensten. Wat natuurlijk ook weer wat betekent voor de Fransen zelf. Hoor je daar nog iemand over? Inperking van vrijheden? Op dit moment maakt niemand zich daar druk over. De angst is zo groot dat het eigenlijk niet uitmaakt wat voor bevoegdheden de politie ineens krijgt. Als die terroristen maar gepakt worden, al die andere dingen, de rechten van de mens, privacy, dat telt gewoon even niet. En dat zag je ook in het parlement van Frankrijk toen er gestemd moest worden voor die wet, dat echt een overweldigende meerderheid van de parlementsleden voorstemde. Ook mensen die tot voor kort heel erg tegen waren. Bijvoorbeeld de voorzitter van de commissie die de wetten moet controleren in het parlement, die zei ook, normaal zou ik tegen zijn geweest, maar nu kan ik niet anders dan toestemmen. We praten zo verder. Want de Brusselse deelgemeente Molenbeek stond afgelopen week volop in de belangstelling. Twee van de daders en de organisator van de aanslagen in Parijs bleken er vandaan te komen. De buurt wordt gezien als broeinest van radicalisme. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil de buurt opschonen. Nieuwsuur was afgelopen week in de wijk en sprak met bewoners. Je cherche après Sarah et Eric parce qu'on va coller, on va maintenant mettre sur la place l'emblème de Eric. Eric. Coördinatrice Malika van het buurtcentrum is druk bezig met het organiseren van een herdenking voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Puis ici on va mettre ici le centre de la place, on va écrire Molenbeek avec le symbole paix pour pouvoir que tout le public puisse mettre justement la bougie. Vous êtes gros mais vous courez encore. Je suis éducateur depuis plus que 30 ans ici dans le quartier. Donc, j'ai vu plusieurs générations de jeunes passer. C'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai fait ma vie et c'est ici que je travaille. Faisal, jamais dans le demi-cercle. Il faut toujours la sortir. Hein. T'as fait des risques là, ça sert à rien. Quand j'ai appris qu'il y avait éventuellement des personnes qui avaient commis cet attentat qui étaient par, ici peut-être à Molenbeek, alors là moi j'ai plus rien compris. J'étais étonné, c'est comme une gifle qu'on reçoit. Donc j'étais vraiment très,
très choqué en fait. Et j'ai tout de suite pensé, ça c'est pas bon pour Molenbeek, c'est pas bon pour nous. Molenbeek, deelgemeente van Brussel. De wijk krijgt deze week veel over zich heen. Politieinvallen, arrestaties, daders die uit de wijk blijken te komen. De hele wereldpers stroomt toe. Bewoners kennen ook de verhalen van jongeren die radicaliseren, maar een broeinest van jihadisme, zoals de wijk genoemd wordt, dat gaat ze veel te ver. C'est étonnant que ça se passe chez nous. C'est une commune très calme d'habitude. À part les problèmes qu'il y a eu l'année passée, mais c'est la deuxième fois. Mais là, c'est étonnant. On se croirait dans un film américain. C'est choquant. Si tous les Molenbeekois étaient des pro-Daesh, comme certains journalistes prétendent, vous ne serez pas là. On serait tous armés, on se ferait tous exploser. Ce n'est pas le cas. Je ne vais pas dire de panique, mais l'insécurité, donc ces derniers temps, donc avec tout ce qui se passe actuellement à Molenbeek, avec les 5 arrestations qu'il a eues, et le reste, donc, on ne se sent plus à notre aise. Quoi. On commence ici? Pourquoi vous faites ça? Pour dire que Molenbeek, c'est une commune de paix et pas de djihad. Pater en hoogleraar Johan Leman is met zijn multicultureel centrum al 35 jaar actief in de wijk. Ook toen hij begon had die al geen beste naam. Far West. Far West. Geloof me. Dus ik ben binnengekomen. Ik dacht, waar ben ik hier beland? Nu, ik wist wel dat ik ergens ging komen waar het nogal, anders had men mij niet geroepen. Hè. Dus een directeur voor mij was ziek gevallen van de miserie. Maar dat had ik niet verwacht in het begin. Weet je, ik had mensen aan mijn deur met echte kaïts met messen. Dit was het Molenbeek van toen en dat vergeet men soms. Hij zag in de loop der jaren de orthodoxe moslims hun intrede doen in de wijk en de invloed van het salafisme toenemen. En daar kreeg hij ook in zijn buurtcentrum mee te maken. Niet elk salafisme leidt tot Syrië. En dan heb je daar duidelijk recruteerders op gehad die daar met enige efficiëntie konden op inspelen. En bijvoorbeeld in de foyerwerking weten wij van 2 mensen van vroeger dat de ene is naar Somalië getrokken en de andere is naar Syrië getrokken. Malika kent de moeder van de daders uit Molenbeek en ging deze week bij haar langs. Elle était choquée vendredi comme tout le monde et elle était loin de s'imaginer que samedi on lui annonce que c'est ses enfants. Bonjour. Bonjour les filles, bonjour Rasmia. Comme vous, nous sommes attristés de la situation. Nous avons mal, nous avons de la peine, nous avons de la tristesse pour toutes les victimes et nous avons surtout aussi des peurs et beaucoup de questionnements. Mon fils il m'a dit, maman, il y a 3 ans, on est venu vers moi, des barbus sont venus vers moi me dire si je voulais devenir un membre djihadiste. Voilà, donc dans les rues, ça existe. Il m'a dit ça, comme il me dit, maman, hier, il a plu. Une peur, c'est lui qui a nourri ma peur. Tu vas bien en forme. On fait un travail préventif, on essaie de faire en sorte que des gosses continuent l'école, ne pas de décrochage scolaire, qu'ils ne font pas de bêtises en termes de délinquance, s'il y en a une. C'était le souci premier, après il y a eu un second souci, c'était que dès qu'on a appris il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, qu'il y avait des départs en Syrie, ça c'était vraiment spécial. Alors, du coup on s'est réunis avec des jeunes, des parents, des familles, pour essayer de réfléchir à la question de pourquoi ces jeunes partaient en Syrie. Et puis maintenant il y a carrément le terrorisme en territoire européen. Et ça, par contre, ça surprend tout le monde, même les jeunes eux-mêmes. On s'attendait pas à une extrémité comme ça. Est-ce que vous pouvez aider de mettre les sables dans les bougies pour qu'ils ne s'envolent pas, s'il vous plaît? Vous restez là, comme ça, vous vous occupez jusqu'ici. Franchement, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Ça montre que les gens ont été très touchés par ce qui s'est passé, touchés dans tous les sens du terme, et qu'ils se mobilisent pour dire qu'on est Molenbeekois et fiers de l'être, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Ouais. De familie van 2 van de daders woont aan het plein.
Zij steken ook uit solidariteit kaarsen aan. Malika belt met ze. C'est formidable. C'est bien ce que vous avez fait. C'est bien. Bravo. Ouais, tu es derrière la fenêtre? Ça va. Courage. Je trouve bien ce qu'ils ont fait là. Donc ça prouve qu'ils sont parmi nous également pour combattre ce fléau. Je ziet hier nu alle types die in Molenbeek wonen, rondlopen. Dat is allemaal, dat is goed. Dat is wat de politiek moet begrijpen. Je moet dat aangrijpen. Attendez, ton t-shirt, il faut le mettre. Je pense qu'il faut garder espoir et peut-être profiter du focus qu'il y a maintenant négatif pour essayer d'en faire une force pour réagir. Et j'espère que dans ce malheur, on va réfléchir à un avenir meilleur, quoi. Les gens, ils en avaient besoin qu'il y ait des plateformes qui puissent organiser un signal. Parce que se taire et ne pas être présente, c'est aussi nourrir des idées fausses. En we gaan naar Brussel, naar correspondent Arjan Noorlander. Ja, Arjan, jij was afgelopen zaterdagavond in Molenbeek, de dag na de aanslagen. En je werkt en woont natuurlijk zelf ook in Brussel. Hoe kijk jij naar die centrale rol van Molenbeek als het gaat om terrorisme? Nou, ik probeer daar dan zo'n week na de aanslagen politiek naar te kijken. En dan dringen zich wel allerlei parallellen op. Want uit alle analyses de afgelopen week blijkt wel dat juist dat federale karakter van België, de ingewikkelde politieke constructie hier ervoor gezorgd heeft dat Molenbeek, wat op zich niet eens een onaardige wijk is, toch een soort blinde vlek was voor allerlei politiediensten die niet goed samenwerkten. En hier 2 kilometer van Molenbeek af probeert die andere federatie, de EU, met wel 28 landen die samen moeten werken, ook oplossingen te vinden voor datzelfde probleem. En je ziet eigenlijk hier aan de Wetstraat in Brussel dezelfde worsteling. Ze moeten het met z'n allen 28 eens worden. En dat is heel ingewikkeld. Dat is een heel traag proces. Ook een proces waarin de terroristen die graag naar Europa willen, terug willen komen uit bijvoorbeeld Syrië, elke keer weer lekken in dat net, in dat terrorisme-netwerk van Europa weten te vinden. En helaas ook elke keer weer aanslagen weten te plegen. Ja, daarvoor waren die ministers vandaag ook allemaal bij jou in Brussel. Die ministers van Veiligheid, hebben we het eerder over gehad in de uitzending. Hoe kijken die ministers nou naar België en dan meer specifiek naar de situatie in Molenbeek? Nou, dat is natuurlijk een doorn in het oog voor de politici hier, omdat de problemen voor het aanpak van het terrorisme niet ver van ons weg liggen, maar misschien wel hier heel erg dichtbij. Laat ik één voorbeeld geven. Collega NOS-collega Tijn Sade was een aantal maanden geleden op bezoek in Turnhout, hier vlakbij in België, om te praten over grensoverschrijdende criminaliteit met Nederland. En de korpschef daar zei, ja, we wisselen wel informatie uit, maar uit soevereine trots koppelen we de computersystemen niet uit elkaar. Dus feitelijk gaat er regelmatig een diender vanuit België met informatie over criminelen met een USB-stickje naar Nederland, stopt het daar in de computer om te kijken of er grensoverschrijdende criminaliteit is. En dat is tussen de twee bondgenoten, Nederland en België. Zo traag gaat het om dit soort dingen echt internationaal aan te pakken. En dat zie je ook bij die bijeenkomst van de ministers van Justitie vandaag. Het zijn allemaal hele kleine stapjes om de terroristen aan te kunnen pakken. Maar voordat ze het van Helsinki tot Athene echt eens zijn over één gezamenlijke aanpak, zijn we denk ik toch maanden verder. Dat net van Europa is nog lang niet dicht. En als mensen zeggen we moeten nu echt doorpakken, Europa moet heel snel haast maken met de aanpak van de criminaliteit, dan heb ik daar toch uiteindelijk slecht nieuws voor. Want Europa zet wel stapjes naar voren, doet het wel steeds beter. Maar een echte sluitende aanpak gaat echt nog maanden duren. Arjan Noorlander vanuit Brussel, dank je wel. Ja, terug naar Saskia Dekkers hier aan tafel. Als we kijken naar de reactie van François Hollande na vrijdagavond, dan uitte hij ook meteen kritiek op de Belgische veiligheidsdiensten, kwam met harde maatregelen, riep de hulp ook van andere EU-lidstaten in om hier aan te werken. Hoe beschouw jij zijn optreden? Ja, zijn uitspraak Frankrijk is een oorlog was natuurlijk ook een noodkreet, hè? Een roep om hulp aan de Europese staten, aan de Schengenlanden. Want je bent natuurlijk als land
zo sterk als je zwakste schakel. En er blijken een heleboel zwakke schakels te zijn binnen Schengen. Arjen had net het voorbeeld van België en Nederland. Maar ook een ander voorbeeld. Hoe is het mogelijk dat terroristen die op de lijst stonden van de meest gezochte personen gewoon de buitengrenzen konden binnenreizen? En hoe kan het dat bijvoorbeeld de inlichtingendiensten niet gewaarschuwd hebben? Dat ze niet eens met elkaar overleggen dat er Frankrijk geen signalen heeft ontvangen. Dus François Hollande wil steun, wil dat er vooral hele snelle actie wordt ondernomen en dat die dus de hulp krijgt van al die andere Europese lidstaten. Want wat denk jij als je naar de gevolgen van deze aanslagen in Parijs, wat dat gaat betekenen of wat dat betekent voor Europa? Ja, er zal heel veel gaan veranderen. Arjen zei het ook al, hè. De buitengrenzen zullen gewoon veel beter worden gecontroleerd. Maar denk ook eens aan de migratiecrisis. Ook dat zal helemaal gaan veranderen. Want ik was de afgelopen dagen in Oost-Europese landen en ook daar zie je dat de houding heel erg aan het veranderen is ten opzichte van de migranten. Zij zijn al tegen, maar gaan nu zeggen geen quota meer. En ook zoveel mogelijk de grenzen dicht voor migranten. Wat me ook opviel is dat een persoon als premier Orbán als voorbeeld wordt gesteld. Hij heeft het goed gezien, hij heeft de grenzen dichtgehouden en misschien moeten wij ook die kant op. Ook dat zal nog een heel belangrijk discussiepunt gaan worden in Europa de komende tijd. En daar heb jij een reportage over gemaakt. En die morgen. Gaan we morgen zien. Ja. Hè? Dankjewel, Saskia Dekkers. Zo dadelijk in Nieuwsuur. Bij de World Cup wedstrijden in Salt Lake City is het niet de vraag of een record sneuvelen, maar vooral hoeveel na de supertijden van vorige week in Calgary. Kulisnikov komt aan in 34-0-0. 34-0-0, een nieuw wereldrecord. Wordt de magische barrière van de 34 seconden doorbroken? Het kan zo meteen al op de 500 meter voor mannen. 7 jaar na de nationalisatie van ABN AMRO is het eerste deel van de bank vandaag verkocht. Een geslaagde beursgang, zo lijkt het. En dat wordt door velen gezien als de verdiensten van Gerrit Salm, die als oud-minister de zwaar gehavende bank weer op de been hielp. De man die op het ministerie van Financiën 12 jaar op de staatskas lette. De man die ook veel kritiek kreeg, werd toch de bekendste bankier van het land. Gerrit is zeker een gevoelsmens. Hij kan heel emotioneel worden over dingen. Gerrit is op een prettige manier ijdel. Hij vindt het wel fijn om zijn werk op een goede manier af te maken. Gerrit Salm is natuurlijk een politicus en een tacticus. Dat spel kende hij heel goed. Met deze klap luidt Gerrit Salm vanmorgen een nieuw tijdperk in. Voor ABN AMRO en voor zichzelf. De politicus die bankier werd van een staatsbank moet nu bewijzen dat hij ook een beursgenoteerde bank kan leiden. Zijn avontuur bij ABN AMRO begint als hij eind 2008 wordt ontboden op het ministerie van Financiën. Ik begreep achteraf van hem dat hij had natuurlijk nagedacht waar het over zou gaan. Zo is hij wel. Ik geloof niet dat hij dit van tevoren gegokt had, dat dit de vraag zou zijn. Maar hij had ook niet bij zoveel tijd nodig om eruit te zijn. Ik vond het wel een eer. Er waren heel veel mensen die zeiden van ja, dat is echt iets voor jou, want het is gecompliceerd. Nou, dat was het ook wel. Dat was het ook wel. Ik moest toch wel een telefoontje naar Dirk Scheringa ook maken. Maar ik heb mezelf gevraagd. Gerrit Salm is een curieuze keus. Hij heeft op dat moment amper ervaring als bankier. Hij zit net een jaar bij de DSB-bank van Dirk Scheringa. De insiders waren best kritisch over zijn benoeming. Het was natuurlijk een hele turbulente situatie in najaar 2008. Dus ik begrijp ook dat Bos Balkenende zochten naar iemand die ze kende en wat vertrouwde om op de bank te passen. Dat vertrouwen in Salm krijgt een flinke deuk als de DSB-bank een jaar later failliet gaat. Financiële waakhond AFM vindt dat de nieuwe ABN AMRO-topman weg moet. U heeft niet toen gedacht, ik had iemand anders moeten vragen. Ik heb van alles gedacht. Ik ga u dat alleen niet vertellen. Want daar is uitgebreid parlementair debat over geweest. En daar zijn besluiten door mijn opvolgers over genomen. Volgens mij is echt daar alles over gezegd. Van de Nederlandse bank krijgt Salm wel groen licht. En daarom kan hij toch aanblijven als bankbestuurder. Ik denk dat Gerrit Salm zelf ook terugkijkt op zijn DSB-tijd. Als niet zijn het meest gelukkige deel van zijn carrière. Maar ik ben nog steeds heel erg blij dat hij gewoon ABN AMRO nu op een puike manier leidt. De man die ABN AMRO weer gezond moet maken en het vertrouwen in de bank moet herstellen is een tegenpol van zijn voorganger. Waar Rijkman Groenink zich laat filmen aan het diner met internationale bankiers, laat Salm dit beeld van zichzelf zien.
Eigenlijk door de hele carrière van Gerrit Salm, hè, ook eerder als ambtenaar en als minister, is een rode draad dat hij het hartstikke aardig vindt. Het is een gewone man, hij is toegankelijk en hij heeft gevoel voor de mensen om zich heen. In schil contrast met zijn voorganger Rijkman Groenink. Kees van Dijkhuizen is sinds 2013 de rechterhand van Salm. De twee werkten eerder samen op het ministerie van Financiën. Ze kennen elkaar dus al jaren. Dat heeft trouwens ook wel zijn ups en zijn downs gekend. Toen hij politicus werd, werd hij toch wel een beetje anders, vond ik. Daar hebben we ook nog eens discussies over gehad. Maar hij houdt er wel van om mensen om zich heen te hebben die hem tegenspreken. Dat organiseert hij eigenlijk. En dat vind ik ook wel leuk. Ja, ik doe het sowieso, maar ik vind het ook wel leuk dat dat dan kan en dat iemand dat ook accepteert. De hoop van de overheid is dat Salm een bank zal bouwen naar zijn evenbeeld. Braaf, gewoon en een tikkeltje saai. Hij had eigenlijk een soort van oppas- en heropvoedingstaak. Vanuit de overheid en vanuit het politieke bestuur. En dat lukt. Bijna. Begin dit jaar maakt Salm een pijnlijke inschattingsfout. De loonsverhoging van een ton voor het bestuur zorgt voor zoveel ophef dat de beursgang wordt uitgesteld. Heeft hij niet op een gegeven moment geroepen, stop jongens, zo gaan we het niet doen? Nou, ik ga daar niet helemaal in die discussie nu in. Het is onfortuinlijk. We zijn er heel erg, ik vind het heel vervelend. We werken nu weer verder aan een andere chapiter. Waar was een politieke antenne? Dat blijft toch de vraag. Nou, ja, dat was ook een gedachte die ik had. En ik houd erop dat dus ergens in de communicatie tussen Dijsselbloem en Salm dingen niet goed gegaan zijn in die tijd. Vandaag meldt het Financieel Dagblad dat Salm even overweegt op te stappen, maar daar uiteindelijk toch van afziet. Heel gewoon verkeerde inschatting gemaakt, verkeerde woorden. Foutje. Fout. Ik vind het wel een kras op het geheel. Als dat niet was gebeurd, hadden wij hier nu anders gezeten. Werd er anders gedacht. Hè? Er zijn twee dingen die Gerrit Salm zullen worden nagedragen. Altijd als het DSB-verhaal en deze bonuskwestie. Toch oordelen vriend en vijand na 7 jaar positief over bankbestuurder Salm. Het lijkt de oud-politicus te vergaan als een bal uit zijn favoriete spel. Er blijft weinig aan kleven. Dat hij nog steeds achter een flipperapparaat kan gaan staan en dan... Dan herken je geen minister en herken je ook niet de baas van een bank op dat moment even. Dat is wel grappig. Gerrit Salm opent binnenkort in Rotterdam dit flippermuseum. Nu met de beursgang zijn belangrijkste klus erop zit, dringt de vraag zich op of Salm hier binnenkort veel meer tijd zal doorbrengen. Ik verwacht dat hij het gevoel zal hebben, jongens, mijn klus zit erop. Ik heb de bank door deze fase heen gebracht. Dat is gemiddeld gesproken goed gegaan. Dat is een hele prestatie. De bank gaat een nieuwe fase in. En er hoort ook weer een nieuwe vorm van leiderschap bij. Hij heeft ook genoeg mensen om zich heen die zullen zeggen, de klus is klaar. Het is tijd voor een nieuwe leider. Ja, als dat echt aan de orde zou zijn, zouden mensen dat ook tegen hem zeggen. Maar ik denk dat hij dat zelf dan als eerste zou aanvoelen, zoiets. Dus Gerrit Salm die blijft nog wel een tijdje bij de bank? Ik dacht dat wel. Ik denk dat hij het helemaal fantastisch zou vinden als hij... voor de belastingbetaler daar ook nog een goed resultaat mee boekt. Dan is ook de oud-minister van Financiën Salm tevreden. Maar weet je, Gerrit is op een prettige manier ijdel. Hij vindt het wel fijn om zijn werk op een goede manier af te maken. Ik zou zeggen, laten we hem dat ook maar even gunnen. Ja, dan gaan we van Gerrit Salm verder met de sport. Ja, en de beste man van vorige week, de wereldrecordhouder Kulisnikov, die komt zo nog in actie. Het schaatsen is te volgen rechtstreeks via NPO 3. Dankjewel, Henry. Joen. Ik heb het weer nog, het wordt koud. Hoe wordt het weekend? Ja, het was een stukje kouder dan afgelopen week. In de nacht buien, soms met hagel en onweer. Graad of 3 wordt het vannacht. Morgen overdag weinig of geen zon. Ook dan buien, ook met hagel en onweer. En plaatselijk misschien ook natte sneeuw. 5 tot 8 graden. Dit was het voor vanavond. Meer nieuws straks in het late journaal om 11:55 op NPO 1. Morgen zijn wij er weer. Graag tot dan. Fijne avond en goed weekend. Dag.